zelfs. De zon staat al op, dus het is tijd om uit jullie bedjes te komen, kleine vikings. En het is vandaag niet zomaar een dag. Nee, 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 nee. Het is vandaag de eerste dag van ons grote lentefeest. Maar vooral we kunnen feesten ter ere van onze grote godin Freya, moeten eerst van alles en nog wat doen. Dus kom uit jullie bedjes, kom naar buiten en zing met ons. Goedemorgen vlaken, het is tijd om te ontwaken, om mijn stem te vervolmaken. Wat een wondermooie dag. Goedemorgen vlaken, duizend duizelende dragen. Ik hoor al mijn potten kraken, met zuurtje en laag. Geef je handen uit de mouwen, want we maken vlaken klaar. Het allergrootste feest, de vira van dit 15 jaar. Kijk, de dagen worden langer en de dooi verjaagt het ijs. Want de zon is teruggekomen van haar lange winterreis. Goedemorgen vlaken, de lente gaat ontwaken. En hoor de kikkers kraken. Wat een wondermooie dag. Goedemorgen vlaken, tijd om alles aan te maken. Iedereen heeft zijn eigen taken. Bij jou? Hij zou toch met jou de vlaggetjes ophangen? Nee, maar misschien is hij wel bij Hova. Oh ja, dat zal wel. Ilva, klaar voor de grote schoonmaak? Helemaal, ik wilde juist mijn troepen bij elkaar roepen. Oh, wat voor je stil! Gewoon wel, hartstikke. Dames! Vlaken rekent op jullie. Alles moet spik en span in orde zijn voor het grote lentefeest morgen. Ter ere van onze lievelingsgodin, Freya. Goed! Freya! Dames! Kom, we vegen en we schrobben, jaag de vlooien op de vlucht. Alles moet het vrees en vet, ik zet geen veldje aan de lucht. Niet zo met je wagenbol, nu al die webben van het plafond. Laat de vloeren schitterend klinken, ik wil eten van die grond. Waarom moet ik nu weer al die planken dragen en jij alleen maar de hamertje? Omdat jij beweert dat jij de sterkste bent van ons twee. Oh ja, dat is ook zo. Oh. Ze noemen mij niet voor niets sterke snorren. Sterke snorren. Ja, jij bent alleen maar jaloers op mijn spier. Ja, kom, leg hier maar neer. Hier zo? Ja. Ah, wat doe jij nu? Ah, wel, ik leg de planken neer wat jij gevraagd hebt. Maar toch niet op mijn ding, geen domme zeekoe. Ik ben helemaal geen domme zeekoe. Kijk. Goedemorgen vlaken, laat de lente maar ontwaken. De zon begint te maken.
Goedenavond. En wat u daarnet zag was een fragment, eigenlijk in avant-première, van een gloednieuwe musical van Studio 100, Vicky the Musical. En wil u daar de hele musical van bekijken, dan moet u naar dit schitterende Plopsa Theater komen in de pannen. Want van hieruit gaat de wereldpremière in de tweede week van de paasvakantie. En nadien vertrekt de musical op tournee doorheen Vlaanderen en Nederland, Rotterdam, Vlissingen en zelfs de Rai in Amsterdam. Maar natuurlijk wil ik u ook allemaal heel hartelijk welkom heten voor twee feestelijke gebeurtenissen. Enerzijds de opening van een gloednieuw waterpretpark, Plopsaqua. En tegelijkertijd vieren we ook het feit dat Plopsaland 15 jaar bestaat. Dus we gaan even terugblikken als u het goed vindt. En dat doe ik heel graag met twee mensen die al meer dan 15 jaar begaan zijn met dit hele Plopsa gebeuren. Dat is de CEO van de Plopsa Groep, Steve van de Kerkhof, en een aandeelhouder die volgens mij meer dan tevreden is. Gert Verhulst, hier zijn ze. Heren, neem plaats. Dag Luc. Dag Gert, Steve. Dag Luc. Ja Gert, we hebben even jouw salon thuis uit Oostduinkerken weggehaald. Oh, oei. Om ons hier te installeren en om even terug te blikken op inderdaad 15 jaar Plopsaland. Want 15 jaar geleden, toen leefde bij ons nog allemaal de naam van Meliepark. Ik weet dat wij zelfs vanuit Limburg op schoolreis kwamen naar de Bloemetjes en de Bijtjes. En dan hebben jullie 15 jaar geleden hier op ditzelfde terrein Plopsaland gestart. Hoe was dat? Dus jij hebt hier alles geleerd van de Bloemetjes en de Bijtjes, als ik het goed heb. Ik denk dat ik daar nog veel moet van leren, eerlijk gezegd. Ja, Luc, en we kunnen ook alleen moeilijk aan de drankje, maar... Ja, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dus zo was de vraag ook weer, Luc. Hoe is het gegaan? Vertel. Hoe is het gegaan? Goed. Nee, het was een fantastisch avontuur, hè, wat we hier de afgelopen 15 jaar hebben meegemaakt. En vooral die eerste jaren waren zeer avontuurlijk en zeer bijzonder. En zeer stresserend soms ook. Maar die waren wel nodig om te geraken waar we nu staan eigenlijk. We hebben beelden teruggevonden over het begin van toen, 15 jaar geleden. En we gaan nu nog een jonge en onervaren Gert Verhulst aan het woord horen. Oei, oei. Het familiepark stond vandaag nog grotendeels in de stijgers. 300 werklieden zullen tot morgenochtend ononderbroken in de weer zijn. En toch moet Plopsaland morgen schitteren bij de opening. Een ongelooflijke opgave. Er worden nog volop asfalt en beton gegoten, paddenstoelen geschilderd, attracties gekeurd, eethuisjes ingericht en kabouters aangekleed. Wij vragen onszelf ook nog af wat de mensen hier morgen zullen vinden. Nee, het is een totaal vernieuwd park. Het heeft nog weinig te maken met het vorige park. Er zijn een aantal nieuwe attracties, een aantal nieuwe gebouwen, een aantal nieuwe restaurants. Dus er is heel, heel veel nieuw. En mensen die het park vorig seizoen nog hebben bezocht, die zullen hun ogen niet kunnen geloven als ze zien wat er eigenlijk in die paar maanden tijd veranderd is. Het park onderging in 4 maanden een grondige metamorfose. 300 miljoen kosten de nieuwe attracties en decors. 4 zones opgebouwd rond Kabouterblok, Samson en Gert, Wizzy en Wobby en Big en Betsy. Nu al zijn voor het openingsweekend zowat alle hotels in de pannen volzet. En de telefoon in Plopsaland staat niet meer stil. Ik heb gehoord dat het mooi weer is, dus een kleine 10.000 mensen zouden hier toch moeten zijn normaal. En als alle werkzaamheden tegen de ochtend stilvallen, zal de brandweer van de pannen straten, pleinen en gebouwen nog eens schoonspuiten. Ja, 10.000 mensen, Gert, zei jij verwacht? Een kleine 10.000 mensen. Een kleine 10.000. Ja. Ik ga dan Steve, de CEO, maar vragen, hoeveel waren het er? 2.425, Luc. Wel een zeer kleine 10.000.
En daar was je niet boos om? Ik vond dat niet erg, nee. We hadden rustig de tijd om alles nog correct en juist te zetten, want we waren eigenlijk, heel eerlijk, nog niet helemaal klaar. We hadden heel weinig ervaring en het was goed dat we de tijd kregen om alles wat recht te trekken. En inmiddels is het bezoekersaantal toch gestegen? Lichtjes. Elk jaar een nieuw record. Hè. Dus vorig jaar hebben we opnieuw afgesloten, 2014, met bijna 1,3 miljoen bezoekers hier in de pannen. Dus ja. Ik had het daarnet over het Meliepark, zoals dat vroeger heette. Dat werd gerund door de familie Florizone. Die waren hier in 1952, denk ik, al neergestreken. En ik vroeg me af, hoe was die overgang? Is de familie dat blijven volgen? Hebben jullie een band kunnen opbouwen? We zijn heel blij dat die overgang gegaan is zoals hij gegaan is. De hele familie Florizone is eigenlijk... De ontwikkelingen van Plopsaland van zeer nabij blijven volgen. Al is het maar omdat mevrouw Florizone, echtgenote van Albrecht, de oprichter, hier eigenlijk nog onze naaste buur is. Dus als zij over haar haag kijkt, dan ziet ze kabouters lopen. We zijn haar even gaan opzoeken. Is het waar? Ze is inmiddels 92 jaar jong en inderdaad, ze volgt nog alles van heel dichtbij. Het is fantastisch dat de mensen van Plopsaland, Studio 100, ons zo genegen gebleven zijn. En dat maakt de band zo bijzonder. Ons vader is daardoor nog een stuk bij ons. Het is een vervolgverhaal met succes. Of we nu, hoe lang we nu nog boeken zullen erover vertellen en schrijven, heeft geen belang. Het lawaai van het park is hetzelfde gebleven. De kinderen die roepen, de kinderen die zingen. De achtergrond is identiek gebleven met vroeger. Als we hier komen wonen zijn over 30 jaar, dan bestond dat al. En dan is er bijgebouwd geweest en veranderd. Maar het bleef altijd het Meliepark. Hè. Het eerste souvenir dat ik heb van Meliepark. Dat was eigenlijk die foto. Die persoon links op het eerste verdiep daar, dat is mijn man. Ik zie nog als die attracties in de gang gaan. Ja, ik geniet er nog van. Dat is het plaatsje waar ik met vriendinnen kaart. Als het mooi weer is en dan hebben we dat zicht. Mooi zicht. Is goed, hè? Maar hij ziet het zeker en vast. Ik denk dat hij meegeniet. Ja, echt, ja. Het zijn allemaal herinneringen. Omdat Plopsa heeft natuurlijk een heel andere zorg gegeven dan ons park. Maar uiteindelijk, het bleef een pretpark voor die alles doen wat ze kunnen, omdat de mensen zouden plezierig vinden. Dat is de bedoeling van een pretpark. Dus dat loopt door. Dus ben ik gelukkig, ben ik content. Ik ben fier over mijn leven. Dat mag ik zeggen. Want ik weet wat dat die... Laat ons zeggen, in het 70 jaar dat ik hier woon... Dat is de moeite waard geweest om het te doen. Ik zou weer beginnen. Ja, we hebben het gehoord, hè. Mevrouw Florizone zou herbeginnen. Wel, mevrouw, dat kan, want u bent hier aanwezig. Kijk, uiteraard willen wij de familie Florizone in de bloemetjes zetten. Mevrouw zit daar op de derde rij. Dank u wel, mevrouw Florizone. En ik hoop dat u nog heel veel mag genieten van de aanblik vanuit uw tuin op dit prachtige park.
Straks gaan we officieel het waterpark openen, Plops Aqua. En als ik het goed gehoord heb, dan krijgen we nu misschien al de eerste beelden, want uiteraard moet dit allemaal getest worden. En misschien herkennen jullie Gert en Steve al enkele mensen in de kleedhokjes. Oei, toch wel. Oei, wie is dat? Wie is dat? Het lijkt verdacht veel op Piet Piraat. Piet Piraat. En dit, is dat van Leemhuizen? Nee. Is Samson er ook? Wie is dit? Dit is Xavier van Rox, ja. Is dat iemand van Rox? Ja, ja, ik denk het toch, ja. Oké. Okay. Ja, straks gaan we het misschien beter horen. We gaan in elk geval kijken. Dus we krijgen de officiële opening hier van Plops Aqua. Maar Steve, het hoeveelste park is dit? Want we hebben Plopsaland, is één park, maar Plops Aqua wordt een nieuw park, hè? Dat is onze twee aparte. Ja, ons zesde park. Dus, zesde? Op zesde park op 15 jaar tijd. Ik heb hier een artikel uit de tijd van vorig weekend mee. En daar staat op, heel de wereld wil een Plopsaland. Ja, dat is zo. Dus we hebben na Plopsaland de Pannen en Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Co in België zijn we dan naar Plopsa Indoor Coevorden gegaan om dan in 2011 het holidaypark over te nemen in Duitsland. En dan nu het waterpark. En dan hebben we nog zoveel vraag van mensen over heel de wereld eigenlijk om ook een soort van Plopsaland, dus een park te mogen hebben met die figuurtjes van Studio 100, Maya de Bij, Vicky de Viking en Heidi, dat we momenteel met een 50 verschillende landen aan het onderhandelen zijn. En twee dossiers hebben we afgesloten, Polen en Tsjechië. En een aantal andere potentiële dossiers zitten hier vanavond zelfs in de zaal. Ik heb mensen van Noorwegen hier aanwezig die ook een Plopsaland willen of een Maya-land willen. Dus nog een heleboel werk. En ik ben ervan overtuigd dat het niet bij de zes parken zal blijven. Gert, heb jij je kunnen realiseren, 15 jaar geleden, dat we nu, zoveel jaar later, meer dan 3 miljoen bezoekers, heb ik mij laten vertellen, in de parken per jaar hebben? Nee, we hadden dat natuurlijk wel gehoopt, maar dit is iets wat je niet mag verwachten. En ik moet toch zeggen dat het succes van de parken, zowel hier in Vlaanderen als in Wallonië en internationaal, de plannen die nog gaan komen, voor een groot deel te danken zijn aan de man die hier naast mij zit en die dag in dag uit, van 's morgens tot 's avonds bezig is. En we zijn hem daar uiteraard zeer dankbaar voor. Ja, Steve. De leiding van die groep, dat is niet niks. Over hoeveel werknemers gaat het? Ja, toch in verschillende personen spreken we toch over een 2500 mensen. Dus het zijn er een heleboel, ja. Het is een feestjaar, 15 jaar Plopsaland. Heb je iets speciaals in petto voor de groep, voor de werknemers? Ja, natuurlijk. Hè. We hebben al 15 jaar schitterende contacten met JBC, Bart Klaas. Dus er was ook maar één man die ervoor kon zorgen dat we iedereen in een nieuwe outfit konden steken. Dus, en dat hebben we ook gedaan voor de 15e verjaardag van Plopsa. Ik zou echt graag willen weten hoe zoiets ontstaat. Hoe ontwerp je voor een pretpark een outfit? Afgelopen voorjaar, 2014, bij een bezoek aan het park, toen ik de medewerkers zag van Plopsa, had ik het gevoel van dat wij met JBC, wat de kledij betreft, eigenlijk een tandje moesten bijsteken. Dat we eigenlijk een kledij moesten maken voor de medewerkers waar ze zich nog beter in zouden voelen en waar ze nog fierder zouden zijn om deel te maken van het Plopsa-park. Dan ben ik eigenlijk de maandag na het weekend, als ik teruggekomen ben, heb ik onmiddellijk de mensen van de inkoopdesignafdeling bij me geroepen en heb ik mijn mening met hen gedeeld. Maar zij waren ook zeer enthousiast om een kledinglijn te ontwerpen, te maken, echt voor de mensen die in Plopsa werken. We zijn eigenlijk gestart met te luisteren naar de noden van Plopsa. En wat heel belangrijk voor hun was, was dat de hele collectie een hoge funfactor had, maar ook wel herkenbaar was, makkelijk in onderhoud en aangenaam om aan te doen voor de mensen. Goedemorgen, Hanna. Hallo. Het is belangrijk dat eigenlijk de kleding past voor alle type mensen. Dus ik stel voor dat we toch kiezen voor een straight fit denim. Ik denk dat dat makkelijker is en dat dat ook beter past bij verschillende typen van modellen. Bij de heren hebben we ons gefocust op een emeraldkleur, zoals jullie hier op het model kunnen zien. Dat is de kleur die we gebruikt hebben, zowel voor de pul als voor de jas. En bij de dames hebben we een soort van warm oranje roos gaan gebruiken als hoofdtoon. We hebben vooral geprobeerd om het kleurrijke en het vreugdevolle en het gezellige en de warmte van het park
mee te dragen, mee te geven in de kledij. En die past volgens mij ook perfect bij de enthousiaste medewerkers van Plopsa. Ja, we hebben het nu gezien in het filmpje. Maar wij willen natuurlijk zien hoe onze medewerkers er in levende lijven gaan uitzien in deze feestelijke outfit. Hier zijn enkele mensen van het team dat jullie deze zomer dan in de paasvakantie al zal opwachten. We hebben al gesproken over de groep in zijn totaliteit, maar ik wil het nu even hebben over Plopsaland te Pannen. Want daar zijn jullie ook blijven in investeren, jaar in jaar uit, toch? Ja, ik heb geluk dat ik aandeelhouders heb die altijd maar willen groeien. Dus dank u wel, Geert, daarvoor. En ik heb de eer gehad om meer dan 100 miljoen euro in de Pannen te mogen investeren op 15 jaar tijd. En dat is natuurlijk ook belangrijk in de ontwikkeling van een pretpark. Dus laatste realisaties waren bijvoorbeeld Vikiland, ook Mayaland, ons theater waarin we ons nu bevinden. En de laatste jaren hebben we vooral geïnvesteerd in alwetterenaccommodatie. Dus om de mensen jaar in jaar uit toch meer naar Plopsaland te Pannen te laten komen. Gert, ik neem aan, jij blijft dromen en realiseren. Wat zou je nog hier willen toevoegen aan Plopsaland te Pannen? Ja, wij kijken heel erg uit naar de bouw van het hotel. Dat is nog een van de grote dromen die ik persoonlijk heb. En die mijns inziens het park volledig zou afmaken. En je voelt ook dat daar behoefte aan is. Mensen vragen altijd als ze naar het park komen, en is er een hotel, kan ik blijven slapen? Voorlopig moeten we dan altijd zeggen, ja, er zijn hotels in de buurt. Maar ik zou graag kunnen zeggen, uiteraard het Plopsa Hotel. En dit is het nummer, en boek maar een kamer. En voor wanneer wordt dat gerealiseerd? Ja, we gaan proberen er snel aan te beginnen. We zijn volop de plannen aan het maken voor de volgende 5 jaar. En het hotel zit daar zeker bij. Daar kan ik al Gert een pleziertje mee doen. En wat nog? We plannen ook nog 2 nieuwe grote attracties. Een hele grote nieuwe indoor attractie en een hele grote nieuwe outdoor attractie. En natuurlijk voor dit jaar hebben we het enige echte café van de kampioenen dat open gaat op het dorpsplein in Plopsaland te Pannen. En ja, het enige echte kasteel van Prinsessia. Daar zijn we aan begonnen met ons investeringsteam nu net na het waterpark. En dat moet ergens opengaan in najaar 2015. We hebben vandaag heel veel genodigden, waaronder ook staatssecretarissen, ministers, hartelijk welkom. Maar we hebben natuurlijk ook heel hoog bezoek uit het Koninkrijk van de prinsessen. Prinsessia. Ze worden toebenaamd en dan.
Ja, dat lijkt me heel fijn, prinses te zijn in Prinsessia. Ik heb ondertussen een signaaltje gekregen dat we nog eens kunnen live overgaan naar het Plopsaqua. Want de gasten die alles moesten gaan uittesten zijn inderdaad aangekomen. En als alles goed zit, hebben we nu verbinding. Ik kijk even op het schermpje daar. Oh la la, dat interesseert mij zelfs. Is dat meest België? Ja, absoluut. Amai, Annelies Teures. En wie is die onhandige meneer? Maar van Leemhuizen. En hier komt, ja, Piet Piraat natuurlijk, hè. En dat is Rox, ja, Xavier. Ja, die gaan natuurlijk al die attracties testen. En die gaan het prachtige waterpark ontdekken, dat u straks ook met z'n allen mag bezoeken. Gert, je hebt ook alles uitgetest met Hans Bourlon, met je compagnon? Absoluut. Ja, we hebben alles uitgetest en we hebben dat eerlijk verdeeld, wie wat testen. Dus dat is uitstekend gegaan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik wil wel eens kijken hoe dat gegaan is. Ik ook. Ja. Dat is echt wel de bedoeling, hè, van de mensen, zowel van het park als van dit aquapark, om de mensen helemaal in een andere sfeer te brengen. Dus dat de mensen echt zeggen, we laten de realiteit achter ons en we duiken in een illustratieboek eigenlijk, hè, maar dan in drie dimensies. En dat proberen we dus deels door de sfeer, de inrichting, het verhaaltje er rond, en anderzijds dan door de laatste nieuwe attracties erin te combineren. Zeker technisch moesten wij met veel wetgeving, Vlaarenwetgeving, gaan rekening houden. En dat maakte het moeilijker naar decoratie, naar content toe. Een voorbeeld geven, hout. Wij verwerken heel veel met hout. Als je aan wiki, als je aan vikingen denkt, dat is hout. Verboden in een zwembad. Goed, Plopsaqua. Tijd om alles eens uit te testen. We zullen de taken eerlijk verdelen. Ik ben klaar. Je moet hier alles testen. Ja. Maar alles, ja, dat is alles, hè. Ideaal van temperatuur, maar Gert zal het wel te koud zijn. Voor mij, alles. Oké. Maak die regen en die storm, dat is wel serieus, hè? Nu, de Gert is nogal rap in paniek. Allee, bon, ik ken hem nogal. Hè. Ik weet niet of hij daar gaat in kunnen. Hè. Want Gert moet voor Jan moet hij ook alles testen. Beetje zuur. Gert is alles aan het uittesten. Misschien moet ik intussen uitrusten in de jacuzzi. Oh. Ja, testen. Dat is niet gemakkelijk, hè? Ja. Iemand moet het doen, hè? Je had natuurlijk de moeilijkste taak, hè? Steve, ik zag net bij het filmpje niet alleen een recreatief waterpark, maar ik zag eigenlijk ook een echte professioneel bad, een zwembad. Wat was daar de bedoeling van? Ja, er is eigenlijk een samenwerking met de gemeente De Pannen. Dus de gemeente De Pannen was al langer op zoek om een plaats te vinden voor een nieuw zwembad te bouwen. En eigenlijk, ja, we hebben al 15 jaar een schitterende relatie met de gemeente. Hebben we gewoon de handen in elkaar geslagen en gezegd van kijk, wij gaan jullie stedelijk zwembad ook bouwen. En dan kunnen alle inwoners van De Pannen in een veel groter zwembad en in een veel grotere zwemomgeving dan normaal komen zwemmen. Dus het is een realisatie die we samen gedaan hebben. Ook met de schepen van sport, met Anne Woestijn. Ja. En ook een goede samenwerking met de burgemeester. Ja. Anne van Esten, ook hier aanwezig. Gert, ik denk dat we ook de burgemeester en het hele gemeenteraad en de schepen in de bloemetjes mogen zetten. Laure, ik weet niet waar je bent, maar je hebt een bloemenruiker voor Anne van Esten, burgemeester De Pannen. Alsjeblieft. En dan is nu het moment aangebroken, le moment suprême. Ja. Heren, willen jullie meekomen? Want we gaan nu Plopsaqua officieel openen. En daarvoor hebben we natuurlijk nog een paar extra gasten hier op het podium. Mag ik Hans Bourlon, jouw eeuwige compagnon, dames en heren, uw applaus,
voor mede-aandeelhouder Hans Bourlon. Ook een gelukkig man, mag ik aannemen, Hans. En mevrouw de burgemeester, Anne, kom er even bij. Want dit wordt een officieel moment. Welgekomen. En daar ontbreekt nog één iemand, de minister van Toerisme, Ben Weitz. Meneer Weitz. Welkom, alsjeblieft. En last but not least, want we noemen dat het Vicky Aquapark. We hebben de kleine Vicky hier. Dames en heren, hier is hij, Vicky de Viking. Dankjewel. Jij mag straks op de knop drukken. Hans, nu je heel deze realisatie gezien hebt, wat doet dat met een mens na al die jaren? Wel, eerlijk gezegd, dat waterpark, ik heb het voorrecht gehad er al eens 2 uur te kunnen in zwemmen, helemaal voor mij alleen had ik het. Het overtreft alle stoutste verwachtingen. Ik kan alleen maar zeggen tegen alle mensen die eraan gewerkt hebben, er zijn een aantal aanwezig, proficiat, proficiat, proficiat. Ja, dat mag best voor al de medewerkers. Mevrouw de burgemeester, hebt u het al uitgeprobeerd? Ik heb het al uitgeprobeerd. En wat is uw ervaring? Hemels. Ja, hemels. Want daar is zo een hoe heet dat? Waar je zo... Een skydrop. Een skydrop. Hebt u dat geprobeerd? Well, ik had gezworen om het niet te doen, maar ik heb het al 2 keer gedaan. Het is echt de moeite waard. Vertel mij eens even de ervaring, want ik heb het nog niet gedaan. Dus je gaat helemaal in de nok van de trap moet je op, hè? Want je moet heel wat trappen beklimmen en dan? Ja, je doet de trap. Je komt ertoe, je bent buiten adem. Je zegt van, ik moet daarin, in zo'n klein hokje, en ik moet dan naar beneden. Dus dat is een deurtje met een klein hokje, daar kan maar 1 persoon staan? Kan 1 persoon staan, dan tellen ze af, 3, 2, 1. Dan denk je van, pff, niet te doen. En dan val je, en dat is echt hemels. Ik heb het al een paar keer gezegd aan de mensen, het is echt tof. Je moet het doen. En je valt met een snelheid 20 meter diep in het water? Ja. En alles blijft waar het moet zijn? Bij mij was dat toch zo. Allee, dat ben ik blij voor u. Sorry dat ik voor u bedoeling sta. Meneer Weitz, u als minister van Toerisme, dit is natuurlijk een geweldige aanwinst. Hoe staat u daar tegenover? Absoluut, dolblij natuurlijk met zo'n fantastisch aanbod dat onze kinderen ook al kunnen uitproberen hebben. Maar voor ons is het belangrijk dat je aan de Vlaamse kust weet, we hebben strand, we hebben zee, maar niet elke dag goed weer. Soms gebeurt dat eens. En hier hebben we en een kindvriendelijk aanbod en ook nog eens een weersonafhankelijk aanbod. Dus je kan altijd terecht aan de Vlaamse kust. Goed weer, slecht weer, altijd hier welkom. Dus we gaan u vaak zien in de zomer? Wel, ik ben hier ook al vaak. Zo, ja? Hebt u een tweede verblijf hier of zo? Wel, nee, nog niet. Maar mijn vader woont aan de Vlaamse kust. En vandaar komen wij regelmatig ook nog eens naar de Vlaamse kust. Het is wel Blankenbergen, niet onmiddellijk hier dichtbij. Maar ik weet de weg wel te vinden. Oké, goed. Dan is nu het moment aangebroken. Vicky, ben jij helemaal klaar? Wil jij met alle aanwezigen aftellen van 10 naar 0? Dan duw jij op die knop en dan is Plopsaqua officieel geopend. Zijn we klaar? Here we go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And there we go! Yeah! En de opening van het feestjaar 15 jaar Plopsaland. Zo, dames en heren, meisjes en jongens, ga een duikje nemen. Ga er maar even naartoe. En alvast bedankt voor uw aanwezigheid. Een heel prettige zomer en een prettige vakantie in Plopsaland de Padden. Goedenavond. Thank you.